Gosse 526 komt uit de sterke foklijn 25 en is gefokt door Aten Leijendekker uit Witmarsum. Gosse 526 werd geboren als Gerben AL en is een zoon van Nane 492 uit de ster preferente beert 411 dochter. Hij is 1,64 meter hoog en heeft een verwantschap van 18,6%. Gosse 526 is een rastypische hengst met een iets lang hoofd, veel lengte in de hals en een verticale halsstand. Hij heeft veel front, voldoende behang en is zwart van kleur. Gosse 526 is langgelijnd en jeugdig, opwaarts gebouwd en hij heeft een sterke bovenlijn. De hengst heeft een goede, schuine schouderligging met veel lengte. Het kruis is iets hellend, maar met veel lengte. Gosse 526 beschikt over veel voorbeenlengte, een lang, iets gehoekt achterbeen. De kwaliteit van zijn beenwerk is goed en hij beschikt over royale hoeven. Gosse 526 is als driejarige in het centraal onderzoek gekomen en heeft aan kracht gewonnen. Zijn stap is ontspannen, ruim en taktmatig met veel lichaamsgebruik. In het draf toont de hengst veel balans, souplesse en oprichting. Daarbij laat hij veel buiging en snelheid in het achterbeen zien. Gosse 526 is een paard dat makkelijk kan schakelen en hij blijft daarbij goed dragen in het achterbeen. Daarbij laat hij veel ruimte in het gebruik van zijn voorbeen zien. De galop van Gosse 526 is met veel sprong, bergop en met veel lichaamsgebruik. Onder het zadel haalde Gosse 526 de meeste punten van zijn lichting in het centraal onderzoek. Hij is makkelijk en goed bewerkbaar en geeft zijn ruiters een ontspannen gevoel. Hij is een hengst met veel aanleg, zowel onder het zadel als aangespannen. Hij heeft een opwaartse houding met veel beentechniek, zowel in zijn achter- als zijn voorbeen. Gosse 526 beschikt over 3 goede basisgangen waarbij hij veel lichaamshouding en souplesse laat zien. In de fokkerij kan Gosse 526 het achterbeengebruik verbeteren. Hij kan het best gebruikt worden op merries met de correcte kruisligging en een niet gehoekt achterbeen.